Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie onderkent de maatschappelijke problemen die gepaard gaan met gokken. Eerder hebben diverse DNA-leden erop gewezen dat de vele bettingskantoren zorgwekkende maatschappelijke problemen met zich meebrengen. Amoksi zegt zich ervan bewust te zijn dat gokverslaving onder andere ervoor zorgt dat gezinnen kapot gaan en dat mensen hun bezittingen als onderpand zetten. Het creëren en handhaven van een levensvatbare, eerlijke en respectabele kansspelindustrie en de handhaving daarvan staan centraal, meent Amoksi. Dit wil de regering realiseren met goede wet- en regelgeving, welke dient als basis voor een duidelijk vergunningsbeleid, duidelijke procedures en dergelijke voor diverse aspecten, de sector rakende en het hebben van een volwaardige, gerespecteerde toezichthouder. Voorzitter, ingevolge artikel 3, lid 1 onder E van de huidige wet toezicht, controle en kansspelen, is het toezicht en controleinstituut voor kansspelen belast met onder andere het doen van voorstellen aan de overheid inzake het reguleren van het aanbod van kansspelen, het tegengaan van illegaal aanbod van kansspelen en de preventie tegen kansspelverslaving en de nazorg daarvan. De bewindsman benadrukt dat wetgeving niet bedoeld is om het probleem op te lossen. Echter moeten er normen vastgesteld worden om zo ordening te brengen binnen deze sector, ten einde de maatschappelijke problemen te minimaliseren. In het nieuws van morgen komen we terug op deze DNA-vergadering.